waarin we de meerwaarde van anderheid mogen vieren. En ook mogen vieren dat wij een maatschappij zijn waar iedereen welkom is. Ook als je anders bent, ook als je talent hebt die nog niemand heeft. En vandaag is een bijzondere dag, omdat het de grootste Nerdiversity Pride Day ooit is geweest. In 4 steden zijn er activiteiten geweest dit jaar. En volgend jaar zitten wij in 16 verschillende steden met deze dag. En zullen wij vele lieve wethouders uitnodigen om het inspirerende voorbeeld van Marijn van Ballengooien te nemen. Wat gebeurt dus vandaag? We zijn begonnen om 12 uur bij de grootste organisatie rondom autisme, de NGA. En we hebben daar een première gehad van de videoserie Krachtig Anders. En we hebben deze serie ontwikkeld op een idee van Bianca Voskel, die ook hier in de house is vandaag, samen met de medewerking van Marlijn Goldzak en Ancilla van de Leesters co-producent. En het zijn 5 video's die gaan over meerwaarde die vrouwelijke autisten kunnen hebben op het werk. En waarom het juist een heel goed idee is dat werknemers hun veel vaker en veel meer meedelen in hun werk. En hun een baan geven. Daarnaast, om een uurtje of 2, was er een technologische presentatie in Rotterdam, waar hele innovatieve dingen gebeuren op het gebied van neurodiverse vertaling met de teams van Anatole Abelarin. Hij is ook hier in de house vandaag. En waar Kylie Fleischman, een van onze grote voorbeelden, vroeger niet kon spreken. En dat het eerste woord dat zij kon uiten naar anderen, was toen zij kroop naar de computer en daar met haar rechtervinger begon te tikken en het woord maakte help. Om aan te geven aan haar ouders dat zij hulp nodig had, een boodschap die zij nooit kon uiten. En nu wij onze neurodiverse vertaling, artificiële intelligentie aan het bouwen zijn, wilden wij ook een eerste woord geven hieraan. Maar het woord was niet help. Het woord dat wij onze artificiële intelligentie als eerste geleerd hebben om te begrijpen, is pride. Trots. Want soms komt trots eerst, terwijl hulp onderweg is. En na vanavond, en ik vertel zo meteen een klein beetje over wat hier gebeurt, is er ook een workshop gaande, Omarm je andersheid, in onze franchise in Amsterdam, waar nu 30 mensen leren wat de meerwaarde is van ADHD. Daar is ook mooiheid in. Daar is ook schoonheid in. En dat mag ook ruimte. Vandaag zijn wij hier voor een traditie. We zijn hier voor de neurodiversiteitsreden. Die dit jaar wordt uitgesproken door professorassistent Jelle van Dijk. We zijn heel erg dankbaar hem hier te hebben. En hij zal bescheiden zijn, maar hij is een visionair, een innovatief denker. Naar wie veel meer mensen moeten luisteren. Daarnaast hebben wij ook nog een presentatie van My Amazing Brain door Lara Jelenjev, de chairperson van de Neurodiversity Foundation. En het wordt iets spannends. Ik heb vanochtend nog een bericht gekregen dat de presentatie de deur uit werd gegooid en dat het iets veel leukers gaat worden. Heel fijn dat je er bent. En daarna, ja, jullie zijn welkom. Iedereen is welkom en jullie helemaal. Ga lekker zitten. En daarna hebben wij een borrel die aangeboden wordt door de gemeente Amstelveen. En wij bedanken Margreet van Luchten voor haar support en haar dienstbaarheid. En zowel de stad als aan deze missie binnen de GGZ. Dankjewel voor je dienst. Maar wij beginnen vandaag met de inleiding van de wethouder. De wethouder van sociale zaken die in onze stad een belangrijk man is. En ik vind het belangrijk dat in een stad een belangrijk persoon hier iets over zegt. Dus dit gaan wij aan 15 van zijn collega's vragen volgend jaar. Lieve mensen, wat een hartelijk applaus voor onze held Marijn van Ballengooien.